Goedemiddag en van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Zou je in de chat even kunnen laten weten of je mij kan horen? Dan weet ik dat alles werkt. En dan kunnen we zo gaan beginnen om 12 uur. Ik zie in ieder geval een reactie van AM die zegt, yep, mooi, hartstikke goed. Ook goedemorgen, dankjewel. Ja, het is weer een bijzondere dag. Hè? Dan lijken we eindelijk weer omhoog te gaan en dan gaat het toch weer naar beneden. Dus vandaar ook dit lunchwebinar met de focus op een AEX-verwachting. We gaan eens even kijken wat de grafieken ons allemaal willen vertellen. Ik zie even kijken. Kevin zegt, goedemorgen, luid en duidelijk. Chris zegt, snap niks van de koersen. Nou, ik wil je ook aanraden om niet te proberen te gaan begrijpen. Want binnen no time zit je anders in het dwangbuis. Want logica is ver te zoeken, denk ik, op dit moment op de beurs. Menko zegt, Harm, je bent goed hoorbaar. Mooi, hartstikke goed. Tjeu zegt, alles werkt prima. Koos zegt, goedemorgen, we zijn er weer. Mooi. René zegt, goedemorgen. AM zegt, nou, mijn call spread moet nog naar de 510. Ja, nou ja, het kan maar zo gebeuren in deze markt. Wat dat betreft sta ik nergens meer van te kijken. Maar we gaan zo meteen eventjes door de markt lopen en eens eventjes kijken wat de markten ons proberen te vertellen. En dat, daar in ieder geval ook proberen naar te luisteren. Maar het is wel een uitdagende markt. Maar goed, dat vertel ik niks nieuws, denk ik. Ik zie even Jan Schotsman. Hey, hallo allemaal. Ik ben heel benieuwd naar Jan heeft wat dat betreft ook een aantal hele mooie grafieken gepost op mijn.belegger.com. En ik leer ontzettend veel van Jan, dus wat dat betreft is dat erg leuk om te zien. Dus ja, de lat ligt hoog, dus ik voel de last op mijn schouders, Jan, om er echt wat moois van te maken. Erik zegt, goedemorgen, leuke dag vandaag, maar vrijdag en maandag waren leuker. Nou ja, het hangt natuurlijk vanaf welke positie je natuurlijk aanhoudt. Maar kijk, het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat je een strategie hebt, een systeem hebt. Dat je dus eigenlijk niet zozeer focust op de invullen resultaten, maar naar de totaal van resultaten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik. Want ja, als je niet accepteert dat je ook kunt verliezen, dan kun je nooit winnen. Want dat is ook, ja, de toekomst voorspellen, dat is een lastig gegeven. Dat is alleen eigenlijk gegeven aan de mensen die op de kermis staan. Die kunnen dat, die hebben een glazen bol. Wij hebben dat helaas niet. Dus Jan zegt hallo allemaal. Erik zegt goedemorgen. Even kijken. Han zegt goedemorgen, geluid is goed. Dick van Maar is ook bij. Goedemorgen allemaal. Lucas is er ook bij. Dat is de grote held op het gebied van de watchlist. Dus volgens mij door heel veel mensen in ieder geval gerespecteerd en gewaardeerd. Wim en Marianne zijn er ook weer bij. Hartstikke goed, van harte welkom. Wij zijn ook weer paraat, zeggen ze. Peter zegt alles oké. Okay. Nou, dan volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ik zal in ieder geval vast eventjes mijn scherm ook delen. Dan kunnen we vast in ieder geval kijken naar een plaatje van de AEX-index. Even kijken. Ik weet ook niet of... even kijken. Robert verwacht er in ieder geval ook nog. Maar misschien als Robert er is, dan kan hij misschien ook eventjes zijn handje omhoog steken. Dan kan ik hem gelijk ook eventjes promoveren tot panelist. Ik zie hem in ieder geval nog niet bijstaan, maar als hij zo binnenkomt, dan ga ik dat in ieder geval even ervoor zorgen, want die heeft aangeboden om mij te helpen. Dus dat is in ieder geval mooi. Even kijken of dit ook eventjes nog opstarten. Zo. Dan kan ik mezelf ook eventjes monitoren op de andere computer. Even kijken. Nee, daar is er in ieder geval nog niet bij. Maar we zien in ieder geval, afgelopen vrijdag zagen we zowaar ineens een groene pijl op het scherm. En dat betekent in ieder geval dat we officieel dus gewoon weer in een stijgende trend zijn beland. Nou, het voelt misschien niet helemaal zo. Maar dat is in ieder geval wel wat er op dit moment natuurlijk gebeurt. Nee, het geluid daar niet zachter zo. Even kijken. Peter zegt alles oké. Okay. AM zegt vandaar dat ik vorige keer al zei, de kleine belegger stapt nu in en de grote jongens gaan er nu uit. Kijk naar de koers van 2008, 2009.
Ja, ik weet dat niet, AM. Dat hangt er een klein beetje vanaf natuurlijk. Want die kleine jongens, die krijgen natuurlijk niet die koers natuurlijk gewoon omhoog. Hè? Dat, die grote jongens, die kunnen dat wel. Dus daarom denk ik dat het grootste deel van de mensen die dus nu instappen, ja, blijkbaar toch wel iets zien, wat wij dan misschien over het hoofd zien. Maar misschien ook, hè, alle positieve berichten die we natuurlijk gewoon ook nu krijgen over corona. Over, hè, ook het onderzoek waardoor de Lancet was gepubliceerd, dat het namelijk niet werkt, het medicijn. Wat ze nu hebben ingetrokken, omdat het werd uitgevoerd door een science fiction schrijver en een pornoactrice. Dat zijn over het algemeen niet de beste mensen, denk ik, om wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren onder 50.000 mensen en die te rapporteren. Maar goed, bijzonder. En ook een heel mooi verslag hoorde ik over het gebruik van ionen, dat daar met vrij goedkope apparatuur het in staat is om de lucht binnen, om die te zuiveren van virussen. Zoals een nota bene rapport van de RIVM, wat in 2015, zeg ik even uit mijn hoofd, is gepubliceerd over dat soort apparaten. Dus ja, wat dat betreft zijn er heel veel positieve ontwikkelingen, denk ik, op het gebied van corona. En dus ja, werkzame medicijnen, apparaten die ervoor zorgen dat de lucht gefilterd wordt. Dat zijn natuurlijk dingen die ik in ieder geval heel graag zie. En ja, wat dat betreft zou het ook gewoon fijn zijn als we heel snel van deze corona-ellende verlost zijn natuurlijk. Jan Robert, Crypto Koning, kijk, die is er ook inmiddels. Dus als je even je handje omhoog steekt, Rob, dan kan ik eventjes, dan kom je bovenaan het lijstje. Dan kan ik je gelijk eventjes makkelijk toevoegen als panelist. Kijk, want anders ga ik zo meteen even promoten to panelist. En dan ga ik hem nog eventjes promoten naar en maak hem even co-host. Dan kunnen we, als het goed is, ook even kijken, horen. Ja, fantastisch. Goedendag, ja, dames en heren. Daar is hij, de one and only Jan-Robert Schutter. Absoluut. He's back again. He's back again. Ja, hij is niet weg te slaan van de microfoon, denk ik, hè? Nee, absoluut. Dus hartelijk welkom. Leuk in dat je me eventjes helpt bij de AX-verwachting. Want ja, we kunnen alle hulp wel gebruiken in deze markt erop. Absoluut. Dus, Johan is ook weer aan in de house hier. Johan Haske, fantastisch. Ja, ja. En ik zie hier nog een opmerking van Erik. Zou het goed zijn als RIVM daar nu ook eens mee verder zou gaan in plaats van alleen de vaccins te denken? Ja, maar goed, Erik, er is natuurlijk meer te verdienen met 7 miljard vaccins dan met een paar goedkope apparaten die geïnstalleerd kunnen gaan worden. Dus nou ja, Wim Marian zegt er zuiveren met cloudbusters en koeien stront. Interesse? Vraag op Zerofield. Oh, serieus? Ja, wat dat betreft, er zijn waarschijnlijk meer wegen die naar Rome leiden. Maar ik vind dat met die ionenmachines wel erg interessant. Dat het ook gewoon helemaal wetenschappelijk onderbouwd natuurlijk gewoon is. En eerst zeg ik, Zero Field is inderdaad een bekende site. Mooi, hartstikke goed. Nou goed, ik ga niet al te diep in op dit soort ontwikkelingen nu. Want we gaan natuurlijk nu gewoon een uitleg hebben natuurlijk over de AX-verwachting. Het is 12 uur op, zullen we maar gewoon gaan beginnen? Ik vind het een goed idee. The floor is yours, Harm. Dan, veel succes. Eerst even gaan beginnen. Ik ga eerst even kort even uitleggen hoe ik naar de markt kijk. En dat is met name op met de cyclusmethode. En dat is een methode waarbij het vast is gesteld dat de markt in bepaalde cycli beweegt. En zo zijn er verschillende cycli. Je hebt een Kondratjev-cyclus van zo'n 60 tot 80 jaar, maar ook een wat kortere cyclus. En daarbij is vastgesteld dat gemiddeld genomen de bodems van de markt om de 20 bars gemiddeld ongeveer worden gevormd. En de grap is, dat kunnen we vrij goed zien op de jaargrafiek. Dan zien we dat bijvoorbeeld een cyclusbodem van 1987 tot 2009, dat is een wat langere cyclus, 2009 tot, nou ja, zeg maar 2020 lijkt in ieder geval ook wel weer of een halve cyclus. Maar het werkt als een soort van matroeska-poppetjes. Want die cyclus die je daar ziet, die zie je ook weer op een wat kleinere schaal. Want een jaargrafiek bestaat dan weer uit 4 kwartaalcycli. En als we dus gaan inzoomen, dan zien we hier bijvoorbeeld ook de cyclus van 2003 naar 2009. Van 2009 tot 2016. Van 2016 naar 2020. Dus op deze manier zien we voortdurend eigenlijk bepaalde cycli.
Dat zien we in de grafiek, maar dat zien we ook bijvoorbeeld als we gaan kijken naar een indicator. Bijvoorbeeld de Double Smooth Stochastics. En dan lijkt het alsof een soort van kikker elke keer springt van 2003 naar 2009. Zes jaar, 7 jaar naar 2016. En nu dus een wat kortere periode naar 2020, wellicht. En het is dan maar even de vraag of de cyclus daadwerkelijk al nu is afgerond. Maar we zien dus op basis van deze oscillator, dus die dus continu een golfbeweging aangeeft tussen de 0 en 100, dat we dus bezig zijn met het laatste deel van deze cyclus. En nu is even de hamvraag, is deze cyclus nu afgerond of zijn we nog bezig met het laatste staartje? We zien vaak het eerste deel van de cyclus is het meest bullish, het meest positief. En het laatste deel van de cyclus is het meest negatief. Dat is van 2007 tot 2009. Van 2016 was een vrij korte. En hier hebben we natuurlijk ook een forse klap natuurlijk gezien aan het einde van 2019, begin van 2020. Zien we natuurlijk ook hier door het hele corona-verhaal. Nou, de reden doet er niet zo heel erg veel toe. Maar het feit is nu eenmaal dat we gewoon een bepaalde cyclus zien. Nou, dan is de vraag, als we dus nu aan het einde ofwel aan het begin van deze kwartaalcyclus zitten, is natuurlijk een hele belangrijke dominante golf. En om dan wat scherper beeld te krijgen van waar zitten we dan nu in deze cyclus, kunnen we verder inzoomen. Want een kwartaalcyclus bestaat dan ook weer uit 3 maandcycli. Nou, we hadden dus vastgesteld dat we in 2016 dus een nieuwe kwartaalcyclus hadden. Dan hebben we dus 1, 2, 3 cycli. Dus zitten we dus inderdaad in de 3e maand van de kwartaalcyclus. Dus zouden we nu inderdaad aan het einde van deze kwartaalcyclus, en wellicht dus, als we kijken naar de maandcyclus, dus alweer aan de start staan van een nieuwe maandcyclus. En daarmee dus ook aan de start van een nieuwe kwartaalcyclus. Hier zien we dus heel duidelijk ook weer die kikker. Die springt van 2016 naar, in dit geval dus 2017, naar 2018, naar hier eventjes 2020. Nou, het is niet alleen op die Double Smooth Stochastics dat we die oscillator zien. Want we kunnen op deze manier ook zien, bijvoorbeeld met een cyclusindicator, zien we eigenlijk ook diezelfde cyclusbewegingen. We zien het ook eigenlijk bij een, hier weer een oscillator. Het, hoe dieper die indicator reikt, hoe duidelijker het ook is. En hier kunnen we ook duidelijk zien, alle indicatoren staan op dit moment heel erg laag. Dus aan het begin van 2020... waar we nu dus weer gaan opleven. En we dus inderdaad aan de start zitten van een nieuwe maandcyclus. Nou, dan kunnen we verder gaan inzoomen, want je raadt het misschien al. Een maandcyclus bestaat weer uit 4 weekcycli. Net als die Matroska-poppetjes kun je op die manier dus gaan kijken naar de verschillende onderliggende cycli. Nou, hier zien we dus ook duidelijk dat begin van, van het jaar, de groot dominante kwartaalcyclus en maandcyclus, want die vallen natuurlijk samen, dus ook ervoor gezorgd heeft dat we dus een nieuwe weekcyclus zijn gestart. Nou, die weekcyclus is dus gestart in maart. En die weekcyclus dient zich over het algemeen dan ook weer op te delen in een aantal dagcycli. En vaak zien we halverwege de cyclus, zien we dan ook weer een mid-cycle low, zoals we dat noemen. Nou, dat zien we hier ook duidelijk. De eerste deel is het meest positief. We zien het tweede deel. En nu is het dus de vraag, zitten we dus nu weer aan het einde van deze weekcyclus? Moeten we dus eventjes opnieuw ademhalen om weer het vervolg van de stijging te zien? Vaak zien we bij de start van dat soort grote dominante cycli, zoals de kwartaalcyclus en zoals de maandcyclus, dat die dominanter zijn en daardoor dus eigenlijk de cycli op kortere termijn vervormen. En dus een van de belangrijkste dingen om naar te kijken is eerst van hoge cycli naar lage cyclus en te gaan handelen vanuit de lage cyclus naar de hoge cyclus. Maar het is altijd belangrijk om dus goed in het achterhoofd te houden, waar staan we nu in het totale plaatje? Nou, dat is belangrijk om te realiseren. We hebben dus in 2009 een nieuwe cyclus hebben gestart. Die zou in principe dus een nieuwe cyclusbodem gemiddeld 20 bars, dus in 2029,
Er zit overigens een afwijking in, 5 bars ervoor, 5 bars erna. Dus de cyclus bestaat dus uit gemiddeld 15 tot 25 bars. Dus op de jaargrafiek dus in 15 tot 25 jaren. Soms heb je een korte cyclus, hè, dat heeft dus te maken met als we dus een overkoepelende grotere cyclus, die dus een stempel drukken eigenlijk op die lagere cycli, dat het op die manier dus de kortere cycli gaat vervormen. Maar het is belangrijk om dus te constateren dat we zijn dus in 2016 zijn we dus met een belangrijke cyclus gestart. En op basis van kwartalen, als we dus uitgaan van 20 kwartalen, zitten we ongeveer 5 jaar. Dan zouden we in 2020, wellicht zouden we dus nu al deze kwartaalcyclusbodem hebben gezet. Maar ja, zekerheid krijgen we natuurlijk gewoon pas op het moment dat we dus steeds verder in de tijd komen. Maar we moeten er dus rekening mee houden dat we mogelijk dus aan de vooravond staan van een nieuwe stijging vanuit deze kwartaalcyclus. En dat zou dus een koersdoel geven van boven die 632 punten. En wellicht zelfs, laten we heel optimistisch kijken, naar misschien wel een nieuwe 700 punten grens. Uitleggen moeten we niet proberen te doen, hè, met alle faillissementen, met alle lockdowns en dergelijke. Maar nogmaals, hè, zo zijn natuurlijk ook heel veel positieve ontwikkelingen weer op het gebied. Maar belangrijk is in ieder geval te kijken naar puur de cycli. Niet te gaan kijken naar het fundamentalistische idee erachter, maar puur te gaan kijken op basis van de cyclus. Waar staan we nu in de cyclus? En op basis daarvan een bepaald mogelijk pad gaan schetsen waar die AX's zich kan gaan bewegen. En als hebben we dan een bepaald scenario, dan kunnen we posities op innemen. En we weten dan ook van als we op een gegeven moment zien dat scenario niet uitkomt, dat we op die manier kunnen gaan bijsturen. Nou, belangrijk is dus, we hebben dus hier die cyclusbodem gehad. En gaan we dus verder inzoomen, want we weten dus dat we inmiddels dus ook al aan het einde van zo'n weekcyclus zitten. Maar goed, als dat samenvalt met de start van die maandcyclus, dan kan de correctie redelijk beperkt blijven. Omdat natuurlijk gewoon we hebben zoveel kracht vanuit de hoge liggende cycli vanuit de maandcyclus en mogelijk ook de kwartaalcyclus, dat de weekcyclus gaat overschaduwen. Dus als er een keer een wat consolidatie is, misschien een consolidatie in tijd, het hoeft niet eens in prijs te zijn, kunnen we op die manier mogelijk vrij snel weer de stijgende lijn oppakken. Nou, laten we even kijken naar, want een weekcyclus bestaat natuurlijk ook weer uit de 5-dag cycli. Nou, hier zien we ook dat we zijn dus eigenlijk begonnen in maart met een nieuwe weekcyclus. Dat wil ik er ook even bij pakken. Ja, die zit heel duidelijk zichtbaar. En deze weekcyclus waar we dus nu aan het einde zitten, zou dus eigenlijk ook weer uit 5-dag cycli moeten bestaan. Nou, deze is nu wat rommeliger. Hè, maar we zien in ieder geval hier een duidelijke cyclus. Nou, mogelijk dat we hier een cyclus hebben staan. Dus dat is 1. Hier misschien een korte is 2. Hier misschien eentje 3. En zetten we hier met de 4. Dus het is de vraag of we nog een 4-dag cyclus krijgen binnen deze weekcyclus. Belangrijk is dus wel om vast te stellen dat we dus bij deze dagcyclus, dus ook wij eigenlijk op het einde van deze dagcyclus lopen. Dus we lopen een beetje op de laatste benen in de dagcyclus en we lopen een beetje op onze laatste benen in de weekcyclus. Dus voor de korte termijn timing moeten we dus zorgen dat we dus rekening houden met mogelijk dus even wat consolidatie in prijs of in tijd voordat we longpositie gaan innemen. Ik zie Charles een vraag zeggen, wat zegt convergentie en divergentie over de ontwikkeling van de markt? Goeie vraag inderdaad. Ja, convergentie en divergentie, even kort uitleggen wat convergentie en divergentie is. Convergeren betekent eigenlijk dat de indicatoren meebewegen eigenlijk in de richting van de onderliggende waarde van de koers zelf. Divergentie, en dus vaak zijn dat indicatoren of indicaties dat de kracht er een beetje uitloopt. Nou, ik zal even kijken of we dat mooi kunnen laten zien. Bij bijvoorbeeld bij deze daggrafiek, dan zien we eigenlijk bijvoorbeeld bij een RSI 14, daar zien we een hogere top in die RSI. We zien dat die RSI 14, die blauwe lijn, hoger ligt en de toppen ook hoger liggen. Dus dat is in ieder geval convergeren. Dus de hogere toppen in de RSI hebben ook hogere toppen in deze koers het gevolg. Vlak voor een daling, dan zien we vaak het tegenovergestelde. Ik kan even kijken of ik daar
een voorbeeld hiervan kan laten zien. Even kijken. Het is altijd lastig om live even eentje te zien. Even kijken of we hier zien we misschien wel een voorbeeld. Nee, hier ook niet. Even kijken. Misschien in de, aan de onderkant van de cyclus. Nou, ik kom er zo meteen, heb ik vast nog wel een mooi voorbeeld wat er spontaan met divergentie optreedt. Even kijken. Ik zie hem hier niet in de daggrafiek. Misschien even in de weekgrafiek of we daar een mooie divergentie hebben. Nee, hier ook niet echt. Misschien dat we hier wel een... Ja, divergentie met de RSI zeker, of niet? Bedoelt ja, Charles dat? Ja, bijvoorbeeld. Nou, misschien zien we hier... Kijk, in de maandgrafiek zien we eigenlijk dat deze... dit is eigenlijk positieve divergentie. Kijk, we zien hier eigenlijk dat deze slotkoers hoger is dan de slotkoers hier. Maar we zien dat de indicatoren lager zijn. En dat betekent eigenlijk een soort van overdrijving. Het elastiekje wordt verder opgerekt, waardoor eigenlijk een soort van bal onder water wordt gedrukt, waardoor er op dat moment dus eigenlijk gewoon een forse stijging plaatsvindt. Want hier lag, even kijken, de slotkoers, moet even kijken of ik goed zeg, 4,83. Hier was de slotkoers 4,87. Nee, was hij toch inderdaad iets lager. Licht lager. Ja, licht lager. Dus toch niet echt een heel goed voorbeeld van divergentie. Vaak zien we het in de toppen, dat zeg maar de toppen hoger liggen, maar we zien eigenlijk, nou hier hebben we misschien wel een mooi voorbeeld. We zien hier bijvoorbeeld in deze oscillator dat deze indicator lager ligt dan daar, terwijl de top hier hoger komt te liggen. En dat is dus eigenlijk een teken van afnemende kracht. Ja, dus we lopen wel verder omhoog, maar minder enthousiast. Dat is net een beetje als dat stripfiguurtje in die tekenfilm, die op een gegeven moment doorloopt en op een gegeven moment constateert dat er geen grond meer onder zijn voet is. En dan gaat hij op een gegeven moment heel hard naar beneden. Nou, dan zien we weer hier, hè, de kracht loopt uit de markt. Hier zien we dus dat deze toppen lager liggen en hier liggen de toppen hoger. Dus dat noemen ze divergentie. Dus de top komt hoger te liggen, maar de kracht loopt er dus uit. Nou, dat is een waarschuwingssignaal. Nou, misschien niet helemaal onterecht het waarschuwingssignaal, want vervolgens gingen we dus in één keer van de 630 naar de 380 punten. Overigens is het over het algemeen achteraf makkelijker altijd te zien dan op het moment dat je erin zit. Ja, precies. Maar vaak zie je wel dat aan dat soort zaken, als er eenmaal topvorming plaatsvindt, dat je op die manier dus ziet van, maar de kracht loopt een beetje uit de markt. Dus dat is in ieder geval wel een belangrijk om... Dus ik hoop dat in ieder geval goed antwoord is, Charles, op jouw vraag. Ja, dat zijn andere vragen, zie ik. Even kijken. Dus Bo zegt ook, dus de data verwacht een stijgende trend in de komende weken voor de AEX. Voor het langere termijnbeeld, ja. Voor het korte termijnbeeld, nee, maar het hangt een beetje vanaf welke termijn ga je kijken naar die AEX-index. Nou, als we kijken naar de lange termijn, dan moeten we constateren dat we sinds 2009 in een stijgende trend zitten. Ja, we zijn vanaf de 200 punten richting, zeg maar, of naar de 600 punten gegaan. We zitten nog steeds keurig in een stijgende trend, alleen het gaat nooit in de rechte streep. Voor de wat kortere termijn, ja, de dagbasis bijvoorbeeld, zitten we dus, omdat we dus aan het einde van de dagcyclus zitten. Ja, we hebben dus hier, als we gaan tellen ook, kunnen we even kijken of het daadwerkelijk klopt. En dan ligt hier de bodem, hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, halverwege. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dus zitten we nu aan het einde van deze dagcyclus. Dus nou, deze is gewoon helemaal uit het boekje. Van bodem naar bodem hebben we meestal 20 bars. Overigens zien we vaak ook dat in een stijgende trend, in een bullish scenario, we de top aan de rechterkant van het midden hebben. Nou, dat zien we hier dus ook. Dus hier zien we halverwege een consolidatie. Een consolidatie in tijd. Want de koers gaat nauwelijks eigenlijk terug. En we zetten aan de rechterkant van het midden een top neer. En dat is een bullish scenario. Dus dat geeft in ieder geval ook aan dat er alle reden is om optimistisch te zijn. Ook hier zien we dat in die weekcyclus. We hebben halverwege, gaan we ook weer eventjes tellen of het hier ook klopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, halverwege midden. 19, 11, 12.
Dus nou, hier hebben we wellicht nog wel wat tijd voor het vervolg van de weekcyclus. Maar ook hier ligt de top rechts van het midden ook een bullish signaal. Nou, dat is natuurlijk logisch, want als deze cyclus op maandbasis net begonnen is, dan vervormt dat natuurlijk gewoon de week- en de dagcyclus. Want deze is veel dominanter, de maandcyclus is veel dominanter dan de weekcyclus. Want de weekcyclus moet zich aanpassen aan de maandcyclus. Belangrijk is alleen om ook heel goed te gaan kijken wat er gebeurt in die kwartaalcyclus. Want als deze kwartaalcyclus nog niet afgerond is, dan is even de vraag of dat zo is, maar we even gaan tellen. En dan hebben we dus de start van deze kwartaalcyclus in 2016. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, halverwege. 12, 13, 14, 15, 16. Het zou kunnen. Ja, hij valt binnen de 15 en 25 bars. De vraag is alleen of deze kwartaalcyclus dus nu al afgerond is. Of dat we nog bezig zijn met deze kwartaalcyclus. Want dan kan er zomaar ineens nog een forse dalingsgolf achteraan komen. En dan kunnen deze maand- en weekcycli dus weer vervormd worden. Dus daarom is het altijd goed om een scenario te hebben. Maar er is ook altijd een alternatief. Wat als mijn hoofdscenario niet uitkomt, wat is dan het alternatieve scenario? En het alternatieve scenario is, we zijn nog bezig met deze kwartaalcyclusbodem. En we zijn dus nog bezig binnen deze weliswaar stijgende trend om dus op zoek te gaan naar een kwartaalcyclusbodem. Of het alternatief, het hoofdscenario is dus dat we deze cyclusbodem hebben gezet. En dat we vanaf hier eigenlijk alleen maar in Polonaise op weg gaan naar de 700 punten grens. Nou, dat is mijn favoriete scenario. Iedereen blij, alle problemen uit de wereld, alles opgelost en één groot feest. Dat is natuurlijk het mooiste. De vraag is of dat de realiteit is, maar dat gaan we natuurlijk gewoon meemaken. Dus dat is in ieder geval even de vraag van Bo. Luc zegt, de optie die we nu hebben, ga je die dan aanpassen met wat je nu weet? Nou, we proberen natuurlijk gewoon ook een beetje te gaan kijken naar waar staan we nu in deze cyclus. Nou, als we dus weten dat we aan het einde van de dagcyclus staan, dan moeten we dus een nieuwe dagcyclusbodem gaan vormen. Als we weten dat we aan het einde van de weekcyclus staan, nou is de vraag of we daar heel veel rekening mee moeten houden, omdat de optiepositie die we opzetten gemiddeld zeg maar 4, 5, 6 weken lopen. Nou, dat zou dus betekenen dat we daar dus moeilijke rekening mee kunnen houden, omdat zo'n weekcyclus 20 weken in beslag neemt. Nou, we zijn dus nu al een heel eind op streek. En is het dus de vraag of we dus daar rekening mee moeten houden. Maar op dagbasis kunnen we er zeker rekening mee houden, omdat 20 beursdagen, dat is ongeveer een maand, zo lang loopt de cyclus. Dus als we kunnen proberen van cyclusbodem tot cyclusbodem die positie in te nemen, hebben we dus binnen de hoofdtrend van de weekgrafiek natuurlijk een grotere kans op succes. Dus op die manier proberen we een beetje rekening te houden met waar staan we nu in de cyclus. Jan zegt, is er ook een goed boek over cycli? Dat weet ik niet. Rob, weet jij dat misschien? Of er een goed boek is over cyclus? Nee, dat durf ik eerst niet te zeggen. Nee. Ik hou me niet zo mee bezig met die cycli, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Nee, het is wel iets ik moet er wel bij zeggen, het is wat subjectiever. Dus daarom doe ik ook iets minder mee dan bijvoorbeeld gewoon de groene rode pijlen. Want mijn voorkeur gaat, eerlijk gezegd, toch gewoon uit naar de groene rode pijlen. Ja, er is even gewoon helderheid, hè? Het is groen of rood, hè? Daarom, en daar zit niks tussen. Het is niet een kwestie van, want ja, bij die cyclus is het altijd, de beauty is in the eye of the beholder. Hè? En zo kun je bij zo'n wat meer subjectieve methode natuurlijk allerlei dingen er wel weer bij. En dan is het gewoon, je hebt een hoofdscenario en je hebt een alternatief scenario. En met de groene rode pijlen is het gewoon, ja, het is groen of het is rood. Ja, daar zit gewoon verder niks tussen. Het is volledig objectief en daardoor ook een stuk makkelijker. Dit vraagt veel meer van ook de ervaring, de discipline, het aantal uren dat je achter je schermen zit. De kennis over hoe werkt nou zo'n dobbelsmoes, de gastric indicator, hoe werkt nou zo'n cyclusindicator, hoe werkt nou zo'n RSI 14, wat is nu convergentie, divergentie. Dus het vraagt veel meer van je kennis dan dat je zegt het is groen of het is rood. Maar ik probeer toch mezelf te stretchen en te kijken, dan kan ik op basis van deze groene rode pijlen, waarbij we dus weten dat we op dit moment dus eigenlijk gewoon een
een positie in moeten nemen. Kunnen we dan door middel van timing nog een klein beetje proberen net iets scherper het moment te bepalen waarop we dan die positie gaan innemen? Even kijken. A.M. Wolven zegt Michael Arends. Ja, Michael Arends die doet heel veel met die cyclusmethode, maar ik weet niet of hij ook echt een boek heeft geschreven over die cyclusmethode. Weet ik ook niet, nee. Ik heb hier wel in ieder geval een aantal boeken van hem in de kast staan, maar eerlijk achter wie te zeggen dat ik ze nog niet allemaal heb gelezen. Cyclustreden, boektreden kun je leren. Oh, nou, kijk. Want ik heb hem hier wel in ieder geval staan in de kast. Dan ga ik hem ook eens eventjes lezen. Michael Arends doet heel veel met die cyclusmethode. En daarin kun je dit soort analyses ook allemaal dus lezen. Want ik heb wel het boek erbij gepakt, zeg maar. Het heeft hele kleine lettertjes. Dus je moet er wel ook gelijk even een leesbril bij aanschaffen. Want, tenzij je in ieder geval hele goede ogen hebt. Maar ik merk in ieder geval dat voor mij in ieder geval vrij kleine lettertjes zijn. Dus ik... Maar het is in ieder geval een beproefd methode om op die manier goed te gaan kijken naar de cyclus. En het leuke is, we kunnen natuurlijk op die manier ook weer verder gaan inzoomen. Want zoals je misschien al een klein beetje had verwacht, bestaat zo'n dagcyclus weer uit twee 240 minuten grafieken. Want 240 minuten is ongeveer 6 uur. Hè, dus er zitten ongeveer twee 240 minuten cycli in één daggrafiek. Nou, laten we eens even kijken. We hebben hier dus een dagcyclusbodem gehad op 14 mei. Nou, en op 14 mei zien we hier dus ook één cyclus, waarbij we dus één keer springen naar bijvoorbeeld naar de 22e. Dat is 1. Hier wordt het een beetje rommelig. Dus ik zou zeggen dat die hier ergens ligt. En misschien een derde cyclusgolf. Dus zijn we dus nu eigenlijk ook bezig met... We lopen op de laatste benen wat betreft de 240 minuten grafiek. En we hadden geconstateerd, we lopen op de laatste benen van de daggrafiek en op de weekgrafiek. Dus we moeten op dit moment goed gaan kijken naar de kortere cycli. Om te gaan kijken waar kunnen we nu die nieuwe call spread of die short put spread innemen. Dan kunnen we nog eens verder inzoomen. Want verwachten het misschien niet, maar een 240 minuten grafiek bestaat ook weer uit 220 cycli. Twee keer 120 minuten. Het is een 2-uur cyclus. Dus hier heb je een 4-uur cyclus. En 2-4-uur cycli is weer één dagcyclus. Dus op die manier knippen we hem dan weer doormidden. Nou, laten we eens eventjes verder inzoomen. We hadden dus eigenlijk geconstateerd dat we dus eigenlijk een nieuwe 240 minuten cyclus hadden gehad. Eigenlijk op 1 juni. Nou, die moeten we dan ook waarschijnlijk wel weer terug gaan vinden. Hier, nou, dat is ook duidelijk zichtbaar. Hier zien we dus ook een nieuwe cyclus die gestart is op 1 juni, eind mei, zeg maar eventjes. Waarbij we dus eigenlijk ook weer één cyclus hebben gehad en een tweede cyclus nu mee bezig zijn in de 120 minuten grafiek. Dus we lopen dus ook aan het einde van de 120 minuten grafiek. Dus aan het einde van de weekcyclus, aan het einde van de dagcyclus, aan het einde van de 240 minuten grafiek. En het einde van de 120 minuten cyclus. Nou raad je het misschien niet, maar die uurgrafiek, de 120 minuten grafiek is weer op te delen in twee keer een 60 minuten cyclus. Nou, laten we eens even kijken waar we dan nu staan. Nou, we hadden gezegd 1 juni is eigenlijk de nieuwe 120 minuten grafiek begonnen. En we hebben halverwege, dus eigenlijk op 4 juni, in halverwege waren we de 120 minuten grafiek. Nou, die is hier terug te vinden. En zitten we dus ook aan het einde van de uurgrafiek. Nou, is het dan verstandig om zeg maar een short put spread in te nemen als we aan het einde van heel veel van die cyclus zitten? Of is het verstandig, wat we dus nu hebben gedaan, gisteren even hebben gewacht, in plaats van dat we dus op basis van vrijdag die short pushback hebben ingenomen, gezegd, nou, we lopen dus aan het einde van die cyclus, dus laten we nog eventjes wachten tot we in die kortere timeframe zien dat ook daadwerkelijk er bodemvorming plaatsvindt, zodat we in plaats van, want vrijdag was zeg maar hier, toen stonden we op 573, misschien verstandig om even te wachten tot we een nieuwe cyclusbodem hebben. Nou, inmiddels staan we dus op 65.
zijn we dus 15 punten lager. Dus ja, we hebben er gelukkig verstandig aan gedaan om wel de positie in te willen nemen, maar even te wachten op het moment waarop we dus zien dat er dus een grotere kans is, omdat we dus aan het einde van al die cycli zitten, een grotere kans hebben op weer dus een opleving. Nou, laten we even verder gaan inzoomen, want misschien kunnen we die uurgrafiek ook wel opknippen in 2 30 minuten cycli. Nou, dat treft. Ook daar zien we dus dat kan. We hadden dus hier geconstateerd dat die begon op 4 juni. Nou, daar zien we dus ook weer. Hier 4 juni is die gestart. We hebben dus hier een nieuwe cyclus gehad. En hier zien we dus ook een voorbeeld van een cyclus waarbij de top rechts van het midden zit. Ja, als we deze verder gaan inzoomen, dan zien we dus, we hebben dus hier die nieuwe cyclus gehad. We hebben hem, hier hebben we de eerste cyclus gehad. We hebben hier de tweede cyclus gehad. De start van deze cyclus was eigenlijk gewoon na 3 bars hadden we dus eigenlijk al een top staan. Dus hoe eerder de top, hoe groter de flop. En hier zien we ook dat we zijn dus onder de cyclusbodem gedoken. Dus we zijn op dit moment nog steeds bezig met het einde van deze cyclus in een hogere orde. Ja, dus op dit moment dus eventjes nog geduld voordat we dus die call spread kunnen, of die soort put spread kunnen innemen. Omdat we nog bezig zijn met die cyclus. Nou, op deze manier kunnen we nog verder gaan inzoomen. We kunnen nog naar de kwartiergrafiek kijken. Hoe verder je dus gaat inzoomen, hoe beter. Hier zie je ook dat deze top van deze cyclus ook, of dat de bodem van de mid-cycle low onder de start van de cyclus ligt. Nou, wat ook een bearish verhaal is. Dus op dit moment zitten we nog steeds gewoon eventjes in een negatief sentiment voor de korte termijn. En gaan we dus op zoek naar tekenen van herstel. Nou, een mogelijk herstel zou kunnen worden ingeluid door bijvoorbeeld de vorming van een eerste hogere bodem. Dus als we hier boven blijven, boven deze cyclusbodem, dan zouden we dus kunnen zeggen, nou, we houden, zolang we boven die 559 punten blijven, als we de voeten droog houden, nou, dan zouden we dus kunnen kijken of dit een mooi moment is om short put spreads in te gaan nemen. Dus Rob, heb jij nog iets hier op aan te vullen, zeg maar, op dit verhaal? Want ik, Nou, dit vind ik op zich een goed verhaal. Maar je ziet wel dat de korte termijn het steeds meer begint te kraken ook. Hè? Dat die impulsen naar beneden behoorlijk fors zijn. Ik denk dat ik best wel verstandig heb doen om even te kijken naar die short put spread. Die zou ik kunnen innemen mocht de markt weer herstellen vanaf die 5,59. Dan heb je dus een dubbel of een hogere bodem zelfs. Dat je dan iets meer confirmation hebt, hè? Dat er dan weer een herstel naar boven komt. Maar als je door die 5,9 gaat, ja, dan kun je nog een slinger naar beneden maken richting 5,6 of wellicht lager. Ja. Dus wat betreft kan ik best wel in jouw verhaal vinden. En die short put spread, hè, heb je dat trouwens als ja, welke indicator gebruik jij voor om een short put spread te doen of een short call spread? Heb je daar die week indicator voor van ja. Het Navigator? Klopt dat? Ja, dus ik kijk alleen eigenlijk gewoon naar die weekgrafiek. Om het ook zo simpel mogelijk te houden. Want als ik allemaal mitsen, maar als het de zon schijnt, dan doen we het niet. Hè? Dus dan krijg je allemaal. Dus ik probeer het op die manier gewoon zo simpel mogelijk te houden. Uh-huh. Dat het eigenlijk voor iedereen te doen is om te zeggen, nou, als we dus in een weekgrafiek een groene pijl hebben, dan zetten we een short pushpad op. Maar ik probeer dus een klein beetje te timen om te kijken van wanneer neem ik dan die short pushpad in. En wat ik al zei, op dit moment zitten we dus aan het einde van de weekcyclus, einde van de dagcyclus, einde van de halve dagcyclus, einde van de uur, einde van de 30 minuten, einde van de kwartier. Dus wacht ik heel eventjes nog om te kijken wat een gunstiger moment is om die short put spread dus in te nemen. Oké, een andere vraag is die call en put spreads. Hoe vaak zet je die op? Ja, in principe, hoe vaker hoe beter. Want daar willen we dus eigenlijk ook de wet van de grote getallen. Stel dat wij nu in staat zijn om elke dag een short put spread in te nemen of een short call spread in te nemen in die stijgende trend. Nou, hoe vaker we die opzetten,
Want we willen uiteindelijk gewoon de wet van de grote getallen. Nou, stel dat we in 60% van de gevallen we met winst afsluiten, in 40% van de gevallen verlies. Nou, dan weten we dus dat we onderaan de streep geld verdienen. Hè, want verdienen zeg maar eventjes 60 keer 1000 euro, 60.000 euro. We verliezen 40 keer 1000 is 40.000 euro. Dan houden we onderaan de streep 20.000 euro over. Nou, hoe vaker we dan zo'n positie kunnen opzetten, hoe groter we dus richting die wet van de grote getallen gaan schuiven. En dan is het ook belangrijk, en dan leren we dus ook veel meer om te gaan kijken. Het gaat niet om het resultaat van die individuele short put spread of short call spread, want het is gewoon de wet van de grote getallen. Als wij kop of munt kunnen opgooien, maar we weten dat we in 60% van de gevallen we dus met een winst afsluiten, dan... Oh, sorry Harm, klopt dat we een zwart scherm zien trouwens en geen Excel? Oh, wacht even. Ja, ik kan ondertussen eventjes... Ron zei dat, ja. Opstarten om te kijken naar de koersen, maar... Ah, precies. Dat was een ding. Nee, ik dacht dat je misschien een Excel-tje had of zo met je exercitie. Nee, nog niet. Oké. Okay. Maar het is belangrijk om eigenlijk... en dat hangt een beetje vanaf van de omvang van je portefeuille en hoeveel tijd je ermee bezig wilt zijn. Want als je elke dag dus een short put spread wil opzetten, ben je dus daar wat meer tijd mee bezig. Dus daarom wat voor de meeste mensen het meest praktisch is om te zeggen, nou, we doen er elke week doen we er eentje. En dan gaan we elke week even kijken. Zitten we in een stijgende trend of een dalende trend? We zetten er eentje op. Nou, als we dus weten dat we met de kop of munt 60 keer verdienen en 40 keer verliezen, nou ja, dan is het een kwestie dat we dus eigenlijk zo vaak mogelijk dat willen doen. Nou, we kunnen dat doen één keer per maand. Maar ja, dan is er dus een situatie mogelijk dat we dus een aantal verliesgevende transacties achter elkaar gaan zitten. Nou, hoe vaker we dus die kop of munt kunnen gooien, hoe beter we dus richting de wet van de grote getallen gaan schrijven. Dus mijn voorstel is dan ook dat we dat dus eigenlijk gewoon minimaal één keer per week moeten nastreven. Om dus zo'n putspread dan wel een callspread op te gaan zetten. Nou, dit kan bijvoorbeeld een mooi moment zijn. Ik zie nu dat de kwartiergrafiek en die uurgrafiek die lijken wat bodem onder de voeten te krijgen. Dus mogelijk is dit dan een geschikt moment om zo'n soort putspread op te zetten. Ja, dus eventjes, hè, je weet het pas achteraf, maar goed, achteraf kun je niet meer handelen. Maar dit zou een mooi moment wellicht zijn om zo'n short put spread in te nemen. Beter dan afgelopen vrijdag, hè, waar we dus 15 punten lager staan inmiddels. Ja, want het idee is, we zitten op weekbasis in een stijgende trend. We hebben de groene pijl. En dan gaan we kijken of we qua timing een beter moment kunnen vinden. Nou, we weten dat we aan het einde van die dagcyclus zitten. We weten ook, omdat het aan het begin van die maandcyclus wellicht zit, dat we niet echt een forse klap naar beneden gaan maken. Dat is over het scenario, hè. Dat is geen garantie voor de duidelijkheid. Maar dan kunnen we op die manier dus gaan kijken, qua timing, of dit een gunstig moment is. Dus op basis van dit scenario verwacht ik dus eigenlijk, omdat we aan de start van de maandcyclus zitten, dat we een milde correctie krijgen in de weekgrafiek. Ook een milde correctie krijgen in de daggrafiek. En dat is ook een milde correctie in de 240 minuten gefikken. Dus nou, dit zou wat mij betreft wel een moment zijn om te zeggen, we gaan nu een soort putspread opzetten erop. Wat vind je daarvan? Dat kan. En voor welke periode wil je dat doen? Nou, standaard is eigenlijk gewoon een week of vijf. Ja. We weten dat op basis van vijf weeks periodes we dus eigenlijk gewoon in 60-70% van de gevallen de AEX hoger sluit dan de vijf weken ervoor, zeg maar. He, dus op basis daarvan is vijf weken eigenlijk wel een mooie periode. Ja, en die trades die je dan doet, hè, kunnen mensen die ook via een bepaalde portefeuille volgen, zoals Finodex of Iris? Ik publiceer ze altijd ook in Telegram en op de tiplijnen van mijn.belegger.com ook altijd die posities. Als ik dus inderdaad gewoon... Nee, ik ben wat dat betreft continu eigenlijk als een soort van ooievaar sta ik in de sloot te wachten tot de kikker voorbij komt. Dan zeg ik van, de setup is goed. De trigger is nu, hè, dat is altijd belangrijk met de cyclusmethode. Je hebt setups en triggers. De setup was een groene pijl. En de trigger is dan het vinden van een bodem in de kortere timeframes. Nou, en dan is het bijvoorbeeld nu een interessant moment.
Nou, we gaan eens even kijken. Stel bijvoorbeeld dat we zeggen 17 juli. Nou, dat is niet helemaal natuurlijk 5 weken, maar ongeveer 5 weken. Hè. We lopen dan 38 kalenderdagen lopen dan voorop. Dus dat is ongeveer, zeg maar, eventjes 5 weken. Nou, dan gaan we eens kijken naar bijvoorbeeld de poets. En als we dan gaan kijken, we staan nu zeg maar op zeg maar 560 punten. Nou, stel nu dat we nu een 560 put schrijven. Dan ontvangen we daarvoor 9 euro en een dubbeltje ongeveer. Mm-hmm, oké. Nou, stel nu dat we dan een 550 kopen. Dan krijgen we daar ongeveer 15 euro en een beetje voor. Dus dat is alleen helaas net niet genoeg. Om dus die 50-50 te krijgen. Want we krijgen daar per saldo ongeveer 4 euro voor. Dus betekent, we kunnen 4 euro verdienen en 6 euro verliezen. En we willen dus eigenlijk liever een 50-50 positie. Dus we gaan eens eventjes kijken. Is het mogelijk om nu een putspread op te zetten die dus net iets gunstiger, meer een 50-50 is? Nou, laten we eens eventjes kijken of we dan met een, als we een 5-65 schrijven, en een 5,55 kopen. Nou, dan komen we op 4,15 om 4,60. Dus dat lukt het helaas ook nog net niet. Dat is wel pech. Dat is wel jammer dat die op dit moment gewoon eventjes onrustig is. Soms moet je eventjes wat puzzelen. Want we willen, hè, zoals gezegd, het liefste een 50-50 hebben. Maar we moeten dan, vrees ik, nou, zelfs bij 5,70, 5,60 lukt het nog gewoon niet. Dus dat is wel eventjes jammer. Dan moeten we echt gewoon een diep in de money gaan schrijven. Of zeggen, nou, weet je wat? Die jullie, die heeft blijkbaar op dit moment gewoon een te lage implied. Hè? We zitten nu, even kijken, met een implied van 25. Zou op zich genoeg moeten zijn, Rob. Toch een aardige premie. Maar we krijgen hem op dit moment toch niet echt helemaal rond. Ik ga eventjes kijken voor de grap naar augustus. Dan gaan we iets langer zitten. He, dat is jammer, want dan kunnen we minder vaak hem opzetten. Maar we willen wel natuurlijk een 50-50 winst-verlies natuurlijk hebben. Nou, gaan we even kijken naar de 5,60 en het kopen van een 5,50. Nou, dan redden we het ook niet helaas. Dat is echt slechter. Het is nog slechter inderdaad. Nou, dan gaan we eventjes kijken. Dan hebben we de 5,65 en de 5,55. Nou, dan komen we op 4 euro 4,65. Redden we het ook helaas net niet. Heb jij nog suggesties, Rob, om te kijken naar naar eentje die dan wellicht beter scoort? Nou, op dit moment niet, omdat die prijzen die zijn ongunstig om op te zetten. Ja. Nou, het lastige is, als ik even kijken naar een hele korte dan bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld een... Maar als we zeggen, hey, we zitten nu toch aan het einde van... Je zit rond de 4 iedere keer wat je ontvangt. Ja, klopt. Dus dat is net niet genoeg. Of we moeten een kortere, dat kan ook. Hè. Stel bijvoorbeeld, we gaan kijken naar de serie van 19 juni. Ja, dus dat is 10 kalenderdagen. Dus het is wat korter, wat spannender. Maar dan komen we zeg maar op 4,45 om 4,90 uit nu op dit moment. Met een 5,65, 5,55. Nou, dan verdienen we geld in principe. Even afgerond. Stel dat we zometeen nog eventjes een iets gunstiger moment krijgen. Dat we 5 euro ontvangen. Nou, dan verdienen we dus geld boven de 560. Nou, dan zitten we nu op de 560. Dus dat betekent, iedere stijging zou op dat moment gelijk geld opleveren. Iedere daling kost ons geld. Nou, dat is eigenlijk hetgene waar we naar op zoek zijn. Dus de AX hoeft niet per se heel hard te stijgen. Willen we toch gewoon geld kunnen verdienen. Dus dit zou wat mij betreft er eentje zijn die we mogelijk zouden kunnen opzetten. Dat is dan wel een kortere. Maar omdat we natuurlijk toch op zoek zijn naar die 5 euro premie op een 10 euro spread. Ja, er zitten iets onder de 5 iedere keer, zie ik. Of je moet heel hoog zitten, denk ik. Maar ja. Dus dan moet je even gaan puzzelen. Ja. En de vraag eigenlijk is, hè, is die trades die je dan doet, is dat ook in een aparte portefeuille in verweven bij in jouw modelportefeuilles, die mensen gewoon automatisch kunnen handelen? Want ik kan me voorstellen dat sommigen dat een brug te ver vinden. Ja, de vraag is er ook gemak, zeg maar, om dat automatisch te doen? Ja,
Ja, bij Option Alert, zeg maar, houden we die posities bij. Dus daar nemen we ze ook in. Dus die communiceren ze ook op Telegram en op mijn.beleggen.com. Daar kunnen mensen dus op die manier met de portefeuille Option Alert, kunnen ze die op die manier dus volgen. Ja, en is het ook via dat dan mensen via Maxim dat automatisch laten uitvoeren? Of is dat een... Kan ook. Wat heb je daarvoor nodig? 10.000? Daar hebben we een positie, we hebben dus een optie, dat doen we eigenlijk met 20.000. Oké. Okay. Want het idee daarbij is dat we eigenlijk 2 keer per maand zo'n positie opzetten met 1000 euro investeren. Zodat we op die manier een stukje spreiding krijgen, dus om de week. We hebben dan op dat moment een werkkapitaal wat een factor 10 groter is dan wat we investeren. Dan zou je zeggen, ja, 90% van je geld staat werkloos. Maar dat doen we dus bewust, omdat we dus weten, als we 1/3 om 2/3 scoren, dan hebben we dus, als we 10 keer achter elkaar miszitten, die kans is 0,002%. Nou, dat durven we dan nog wel aan. Hè, dat we 10 keer achter elkaar miszitten in een stijgende trend. Dat is in ieder geval in de afgelopen 30 jaar nog nooit voorgekomen, want we willen natuurlijk niet onze portefeuille opblazen. Ja, dus op die manier nemen we dan posities in. 2 keer per maand gemiddeld met 1000 euro investeren. Dus we investeren 2000 van de 20.000. Nou, is het ook mogelijk als je met een portefeuille van 10.000 dat volgt. Dan nemen we dus 1 keer per maand een positie in. Of we nemen een kleinere positie in. Want waar we ook naar kunnen kijken, is bijvoorbeeld naar een spread met 5 punten. Nou, stel bijvoorbeeld dat je gaat kijken naar, we schrijven dan bijvoorbeeld de 560 put en we kopen de 555 put. Heb je daar ook een scherm van? Of laat je dat ook zien? Of, ja, ik kan, dat is misschien even handig om te delen. Nou, daar kun je de prijzen van zien. Ik heb ook nog een leuke constructie zo nog. Op het einde. Ik ben man van de gouden tips, hè, dat weet je. Ja, precies, precies. Maar dat doen we op het einde. Dan blijft het einde, precies. Anders gaat iedereen weg natuurlijk. Even kijken. Hier zien we dus inderdaad de positie die helder. Je daar een beetje aan het opsnorren bent. Dus bijvoorbeeld dus die, wat we al zeiden, 5 weken is het meest ideaal. Nou, stel dat we dan de 560 schrijven en de 555 kopen. Nou, dan zien we dat we hebben dus 5 punten spread. Dus dat betekent dat we willen dan eigenlijk €2,50 ontvangen. Nou, dat lukt hier net niet. We zouden hier ongeveer €2 kunnen maken. Dus dat betekent we kunnen €2 verdienen en €3 verliezen. En die verhouding is eigenlijk gewoon net niet gunstig. Wat we ook kunnen doen is we gaan in plaats van 5 punten hebben gekeken, 10 punten. Nou, misschien dat we 20 punten spread wel kunnen handelen. Nou, hè? We kunnen eens even kijken. Stel bijvoorbeeld dat we de 5,65 schrijven. En 20 punten dat we misschien de 5,45 kunnen handelen. Nou, doe dat dan ook niet, hè? Want 20 punten spread zouden we dus €10 moeten ontvangen. Dus ik weet niet wat het is, Rob, maar we hebben weinig geluk met... Nou ja, dat is Q. Dus het komt door omdat die poets die je dan moet kopen als dekking, dat die te duur zijn. Ja, hè? Betaal je te veel. En ja. Ik had ook een opmerking van Peter van Beerdendonk gezien. Op zich een goede aanvulling over die delta's. Maar dan zit je op een poetspread van 15 punten. En dan moet je minimaal 7,5 hebben. Ja, was van schreef. Oh ja, even kijken. Oh, de 5. Die staat in de dingen, ja. Even hier de chat. Van Chris, 545, 45. Even kijken. 545, 45. Ja, dan kom ik te laag uit, want dan heb je dus 5 punten spread. Zou je dus 2,50 moeten maken. En je kan dus 1,30 om 1,70 kan je krijgen. Dus gemiddeld zijn we 1,50. Dus we komen hier een euro tekort. Want we kunnen dus 1,50 euro, 3,50 verliezen. En dan komen we dus met een 2/3, 1/3 komen we gewoon niet uit. Dus we willen gewoon echt, dat is een van de belangrijkste uitgangspunten. We willen dus minimaal gewoon de helft aan de premie willen we ontvangen. En dan kunnen we best op een gegeven moment zeggen, nou weet je wat, we gaan bijvoorbeeld een 5,60, 5,65 doen. Dan gaan we iets hoger zitten. Maar ja, daar redden we het zelfs ook niet mee. Want dat zou dus betekenen, we gaan geld verdienen boven de 5,62. Dus de AX moet dan echt gaan stijgen. En het liefst hebben we natuurlijk gewoon een positie waarbij de AX dus niet hoeft te stijgen om toch, zeg maar, op ons break-even punten te komen. Maar op dit moment, soms is dat dan dus ook vaak het frustrerende. En dat zien mensen niet. Dan denk je, nou, je krijgt een sms'je en je bent klaar. Maar de meeste mensen zien dus niet dit gepuzzel, wat we dus aan het doen zijn, om te kijken van, ja,
Is het nu kort of lang? Is het nu smal of breed? Welke spread moeten we nu innemen? Die dus die 50-50 winstverlies geeft. Kijk, we zouden dan ook kunnen zeggen, nou, we schrijven bijvoorbeeld de 5,90 en we kopen de 5,80. Nou, dat is 10 punten spread. Nou, dan, maar alleen, dan moet de AEX dus boven de 5,80 gaan komen. Ja, dan verdienen we wel genoeg premie. Alleen, 5,90 zelfs, hè? Ja, maar dan, ja, dat... die ja, dat is niet op. Nou, dan kunnen we kijken, een 5,80, 5,70 bijvoorbeeld. Nou, wordt wel iets gunstiger, maar ja, de AEX die zal dus boven de 5,75 zo'n beetje moeten komen. Dus ja, die moet 10 punten. Wat zeg ik, 15 punten stijgen. Nou goed, dan stonden we vrijdag, dus het ook niet onmogelijk. Maar goed, het is nog steeds, je vraagt dan toch gewoon iets van die AEX, namelijk om echt te gaan stijgen. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld de 5,70, 5,65 bekijken. Nou, dit is dan misschien eentje die wellicht in aanmerking komt. Dus 5 punten spread. Dus dat betekent we moeten 2,50 ontvangen. Nou, dit doet hij. Dus hier zouden we op 5,67,5 zouden we dus geld gaan verdienen. Als ik het goed zeg, Rob. Want we ontvangen dus 2,5 punt. Als de AEX dus expireert op 5,65, dan moeten we dus die 5,70 moeten we dus leveren. Deze is niks waard. We hebben 2,50 gehad. Nou, je kunt het trouwens ook even bekijken. Ik zet hem hier eventjes in. En als we deze nu eventjes even kijken. Ik zet hem dan meestal even in de andere positie. Even kijken, want als we deze nu innemen. Als we nu in orde. Ja, want dit is dan echt. Okay. Ja, dat is dan echt een hoofs affaire, omdat je alleen profiteert bij een koersstijging. Ja, klopt. Dus hij moet wel echt inderdaad gewoon stijgen. Nou, hier kan ik hem dan even gaan opzetten als ik deze probeer te kopen. Nou, de mid ligt op 2,55, maar laten we even zeggen 2,50. Dat is ook wat makkelijker rekenen. En ik neem op dat moment dan in. Oh, wacht even, ik zit even met het verkeerde scherm, volgens mij. Oh ja, hier is die te zien. Kijk, dan hebben we dus de 5,65, 5,70. Nou, dan kunnen we ook op die manier zeggen, ik wil ook een prestatiegrafiek erbij. En dan zien we dus dat we op basis van deze prijzen, we hebben een winstkans van 42%, want hij moet inderdaad, het is een hoosaffaire, hij moet dus inderdaad stijgen. Dus we hebben 40% kans op een stijging, 60% kans op een daling. En dan hebben we dus eigenlijk 50-50. Maar goed, omdat we dus op dit moment op een belangrijk steunniveau zitten, zeggen we dus van nou, er is een zekere, er is een mogelijkheid dat we op 17 juli, namelijk over 5 weken, dat we dus boven, want ons break-even punt, die wordt hier ook uitgerekend op 5,67 punten. We staan nu op 5,60. Dus dat we 7 punten hoger staan, dus iets meer dan 1% zijn gestegen in 5 weken tijd. Nou, op basis van de statistiek weten we dat we in 60% van de gevallen, ja, ruim 60% van de gevallen, ik rond er even af naar beneden, hoger staan dan 1% ten opzichte van de 5 weken ervoor. Dus dit is er eentje die zeg maar past in zeg maar de statistiek. En ik ben met je eens, Rob, want dit is echt een hoosaffaire, dus deze moet stijgen. Maar omdat we dus zeggen, ja, we zitten in een stijgende trend, we hebben een groene pijl gehad, is dit in ieder geval eentje waar ik, we kunnen €250 kunnen we verliezen. We kunnen €250 verdienen. Nou, volgens deze statistiek is de kans dus iets kleiner dat we verdienen dan dat we verliezen. Maar dat komt omdat hier hij dus uitgaat van het feit dat de AEX daadwerkelijk moet stijgen. En er is een grotere kans dat we gelijk blijven dan dat we stijgen in plaats van dalen natuurlijk. Dus hier zitten we op 40-55% kans. Maar ik denk, omdat we dus met de wind meebeleggen, we zitten dus nu in die stijgende trend, dat we dus een grotere kans hebben op te stijgen dan om te dalen. Dus ik zou dit wel aandurven, zeg maar. En jij, Rob, durf jij daar? Nee, maar dat is persoonlijke keuze. Nee, ik denk dat er weinig alternatieven zijn, maar kijk, als er een strategie is, het is een juli affaire. Ja. En daar kan natuurlijk heel veel gebeuren. Nou, er zal heel veel gebeuren. Want wat dat betreft, we zitten nog 5 weken verder.
En in 5 weken tijd, ja, we zouden op de 600 punten kunnen staan of op de 400. Ja, wie weet mag het zeggen. Alleen, we weten dus door het opzetten van deze affaire, er is 1% stijging of daling. Over een periode van 5 weken is natuurlijk gewoon niet echt schokkend te noemen. Ja, dat is een leuke spreuk van Erik. Ik zou zeggen dat de statistics zeggen dat je het niet moet doen. Ja. En de visionairs die zeggen dat je het wel moet doen. Nee, maar dat is inderdaad onze visie. Is namelijk omdat we dus in de stijgende trend zitten. We hebben een groene pijl. Waardoor we dus weten dat we in 60% van de gevallen stijgen. Mm-hmm. Alleen, er is natuurlijk gewoon een iets kleinere kans. Als je puur gewoon kijkt zonder te kijken naar een trend. Is de kans natuurlijk 50-50 dat we stijgen of dalen. Kijk, en zo kijkt Trader Workstation er ook naar. Die zegt ook gewoon van ja, het kan stijgen of dalen. Wij hebben geen idee. Ja, wij hebben een stukje voorkennis. Namelijk dat het is mogelijk dat de beurs stijgt of daalt. Alleen de kans is groter dat de beurs stijgt in een stijgende trend dan dat die daalt. En daar maken we dus eigenlijk gewoon gebruik van die kennis. En op die manier, als we dus met de wind meebeleggen, is de kans groter dat we stijgen. Namelijk 60-40. En als we dan 60-40 scoren en we kunnen €250 verdienen of €250 verliezen, vind ik dit statistisch gezien in ieder geval iets wat een verdedigbaar standpunt. Maar het is ook een beetje wat je zegt erop. Hè? Er zijn weinig andere alternatieven op dit moment. Hè? Als we gaan kijken, het is vaak een beetje puzzelen. En ja, ik durf dan de uitspraak wel aan dat ik zeg van nou, 1% stijging over 5 weken. Ja, dat durf ik wel aan. Ik kan eens even vragen met de handjes. Wie verwacht dat we... wie zou het zeg maar aandurven? Wie zegt van... Ik zie hier wel een statistisch voordeel... omdat we dus in die stijgende trend zitten. Ik zou het wel aandurven om deze positie op te zetten. Nou, ik zie 5 handjes, 6 handjes. Nou, dat zijn allemaal niet heel erg... 7 handjes. 8 handjes. Nou, dat is toch weinig, 9, 10. Nou, dan doe ik even je handje naar beneden. En wie zegt, nou, ik vind dat toch wel een hele spannende. Ik zie wat dat betreft toch niet dat we over een maand 1% hoger staan. Eerder 1% lager. Dus mag ik even handjes zien. Ik zie nu 15, 20, 21. Nou, dat gaat hard. 30 mensen. Ja, 30 mensen. Bijna de helft. Bijna de helft zegt inderdaad gewoon dat het... dat de kans groter is dat we lager staan. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe dat nou precies... Want we zitten in een stijgende trend, objectief, met een groene pijl. En toch verwacht de helft ongeveer dat we gaan dalen. Dus dat is toch wel iets opmerkelijks, vind ik. Mm-hmm. Ik zie nog even kijken naar die Chris Windhouwer. Die zegt, jullie 5-5 bullspread, wat is hier mis mee? Ja, dan moet ik kijken welke prijzen erbij staan natuurlijk. Oké, ik ga in ieder geval deze toch gewoon eventjes inleggen. Oké. Ik vind hem wel de moeite waard voor mezelf in ieder geval. Dan ga ik ondertussen gelijk eventjes kijken weer naar de andere spread. Dus het is een juli. Oh, hij is binnen, dus ik heb hem voor 52. Nou, over 5 weken weten hoe die afgelopen is. Ja. Even kijken, dan... en voor €250 kunnen we het wel gokken, toch niet? Even kijken, dan hebben we juli 5,55. Ja, ik, dat is die 10 punten. We willen minimaal 5 hebben. En dat is het probleem. Dat krijg je niet. Nee, want ik zit hier nou met een €3,44 om 3,52. Dat betekent dus, je kan dus zeggen, even afgerond, je kan zeg maar 3,50 verdienen en 6,50 verliezen. Kijk, en dan moet je dus extreem veel keren goed zitten, omdat je dus maar een klein beetje kan winnen ten opzichte van veel verliezen. Ik chargeer nu even. Dus daarom, een van de belangrijkste dingen is dus dat je dus inderdaad minimaal €5 voor moet krijgen. Ja, klopt Chris. Ja. En dat is, een AM zegt, de stijging is nergens op gebaseerd. Ja, dat was ja. ook niet knap, 380 punten volgens mij. Dus daar zitten we hier niet voor, hè? Of die ergens op gebaseerd is. Wij doen puur het spelletje, kansbrekende statistiek, objectief en zonder emotie. Want ja, als we moeten gaan uitleggen waarom het stijgt en waarom het daalt, AMZ zit nog steeds zonder werk. Ja, maar goed, als één deur dicht gaat, opent het gelijk ook weer heel veel andere deuren.
En vaak is mijn ervaring, is die volgende deur weer mooier dan de deur die je dichtgooit. Dus wat mij betreft, ja, ik ben wat dat betreft toch een stuk optimistischer daarin. Ja, en maar Erik ik snap zegt, als je zonder werk zit, dat inderdaad, ja, dat je op een andere manier naar kijkt. Ja, misschien met beleggingen dat een mooie bijverdienst is dan ook, of alternatief. Ja, kijk, ik had toevallig net vanmorgen een mastermind geroepen met een aantal mensen. En een daarvan heeft ook een hele serie aan meubelwinkels. En die zei van, ik heb een topmaand gedraaid. Hij zegt, ik heb er nog nooit zoveel verkocht als de afgelopen maand. Nou, dit gaat natuurlijk haaks op wat we allemaal horen. En hij zegt, ik sprak ook iemand die in de autoverkoop zit. En die zei ook, we hebben ontzettend veel auto's verkocht. Dus ja, alle verhalen die we lezen in de krant en het journaal, van oh jongens, en dat komt nooit meer goed en we moeten met z'n allen gewoon, maak je stoelriemen vast van dit komt nooit meer goed, iedereen gaat failliet. Nou, dat blijkt in de praktijk allemaal nog wel mee te vallen, als ik zo dat om me heen zo hoor. Dus wat mij betreft laat je ook niet te veel gek maken door de media. Ja, stop de vingers in je oren, kijk gewoon naar de statistiek. De beurs gaat gewoon van 380 naar de 560 punten. Gaat gewoon bijna 100 punten omhoog. Is het gerechtvaardigd? Ja, boeien. He, daar zit ik hier niet voor. Als ik daarvoor betaald word, om het uit te leggen, dan werkt het wel bij RTLZ of bij... Dan ben je miljonair. Ja. Maar jij zei ook dat media, kranten en dergelijke, voor één ding goed om vissen te verpakken, volgens mij. Ja, klopt. Wat dat betreft, de krant is goed om de vis in te verpakken. Maar het punt is, op de bodem van de markt zijn de media het meest negatief. Hè? Want dan gaan we met z'n allen door het putje. Hè? Ik kan me nog herinneren dat een tijdje geleden ook een grote berenpoot in het Financieel Dagblad. En nou, dat was precies de bodem van de markt. En op het moment dat we op de top van de markt staan, is allemaal, jongens, nou, allemaal fantastisch. En dit gaat nooit meer stuk. Hè? Alles is fantastisch. Rozenkeur, maneschijn. Nou, en dan weet je, dat is een contra-indicator. We hebben ook een aantal analisten, ik zal de namen hier niet noemen. Maar als we weten dat die bullish zijn, dan weten we gewoon, nu zitten we op de top. Dus er zijn echt betrouwbare contra-indicatoren. Dus als die positief zijn, dan moeten we dus gaan oppassen. Als zij negatief zijn, nou, dan kunnen we met een gerustheid instappen. Want de menselijke emotie, ja, die houdt je over het algemeen aardig voor de gek. Dus... want Willem zegt, goede berichten zijn niet voor de media. Nee, ook dat. Hè, ze verkopen meer kranten als ze hel en verdoemenis prediken dan dat ze zeggen van, jongens, we hebben inderdaad een medicijn wat werkt. We hebben gewoon met een ionisator kunnen we gewoon die virussen in de lucht doden. Dat verkoopt niet. Hè? Mensen willen alleen maar gewoon horen, jongens, we gaan met z'n allen dood. Maar ja, helaas, voor die mensen geloof ik daar niet zo in. AM zegt, ik zit al vanaf maart thuis, mijn werkzaamheden die ik had tot het einde van het jaar is allemaal in teruggetrokken en als zelfstandige. Ja, klopt. Nee, maar dat is natuurlijk ook, kijk, ik verbaas me nou over het algemeen, eerlijk gezegd wel over. Hè. Er zijn ook heel veel ondernemers en die ook gewoon in de horeca. Was bijvoorbeeld mijn moederdag. Ik kon niet naar mijn moeder toe om met moederdag. Dus ik dacht, ik ga dus even kijken of er restaurantjes in de buurt zijn waar mijn ouders wonen. Of die een mooi moederdagpakketje kunnen regelen. Zodat ze kunnen afgeven bij mijn ouders. Zodat ze een mooie leuke moederdag hebben. Nou, geen enkele horecaondernemer in de hele omgeving daar was bereid om een moederdagactie op touw te zetten. Terwijl ze allemaal dicht waren. Dus... het is natuurlijk ook een kwestie, je hebt ondernemers en je hebt ondernemers. Je hebt ondernemers die kansen zien en je hebt ondernemers die op dit moment gewoon de deuren sluiten en zeggen, ja jongens, het is allemaal kommer en kwel. Ja. Ik heb ook heel veel ondernemers gesproken die op dit moment gewoon record omzetten draaien. Maar ze zien gewoon kansen, ze zien gewoon dat er heel veel mensen bijvoorbeeld nu met online bezig zijn. En die springen daarop in. En die hebben gewoon recordmaanden gedraaid. Dus ja, het is een kwestie, hoe spring je daarop in? En betekent wel dat je op die manier wel wat van je creativiteit wordt gevraagd natuurlijk. En in sommige dingen is het natuurlijk gewoon lastiger dan bij anderen. Maar ja, ik geloof als ondernemer zijn natuurlijk altijd kansen. En als je links kijkt, zie je rechts niks. Dus, dat klopt. Hè, dus het is ook een beetje, hoe sta je zelf als ondernemer? Hoe kijk je naar de markt? Hoe kijk je naar de ontwikkelingen? En als iedereen zeg maar problemen ziet, ja, kan jij ook daar gewoon de kansen in zien.
Jan zegt, wat voor risicoprofiel heb jij? Ik heb een vrij stevig risicoprofiel. Ik ben niet zo heel snel bang. Maar dat komt ook, ik probeer wel zo objectief mogelijk te kijken. Gewoon naar feiten in de markt. Op die manier ben ik daardoor wel bereid om gecalculeerde risico's te nemen. Zoals nu bijvoorbeeld met deze short put spread. Ja, ben ik best bereid om €250 te verdienen. Om €250 ook daar mee op het spel te zetten. Dus ja, dat is 50-50. Dat doe ik niet met mijn hele pensioengeld. Hè, laten we dat voorop stellen. Maar ja, ik heb best wel... Ik durf wel wat risico's te nemen. Maar het risico is natuurlijk ook gewoon een gecalculeerd risico. Hè? Als die markt toch gewoon helemaal wegzakt... Hè, omdat de media toch gewoon het een keer bij het juiste eind hebben... dat de wereld helemaal vergaat. Nou goed, dan hebben we natuurlijk sowieso geen probleem meer, denk ik, wat betreft beleggingen. Maar dan, ja, ik ben best bereid om op dat moment met zo'n short put spread, want ik weet dat ik toch niet meer dan €250 kan verliezen. Even kijken, Erik zegt, sell in May was denk ik een slecht advies dit jaar. Ja, kijk, dat soort algemeenheden zijn natuurlijk altijd lastig om op te volgen. Want ja... Als je in 50-50 van de gevallen goed zit en slecht zit, ja, dan verdien je er niet echt geld mee. Dus ik geef dan de voorkeur aan een 60-40, maar dan met een grote frequentie. En als ik maar één keer per jaar dat sell in mee kan doen, ja, dan is het lastig om daar echt een goede statistische kans met de wet van de grote getallen te kunnen krijgen. Herwin zegt, en zijn ze al negatief? Nou ja, volgens mij zijn de media altijd negatief. Marianne zegt, lees de andere krant. De andere kant.nl. Ja, maar dat is natuurlijk geen goede contra-indicator, Wim en Marianne. Want die zijn natuurlijk over het algemeen positief ingesteld. Dus dan heb ik geen contra-indicator meer. Dus, maar ik ben wat dat betreft wel heel blij om de media te volgen. En als ze zien dat zij lekker negatief zijn, dan weet ik gewoon van... Nou, dan zitten we vast wel in de buurt van de bodem. Want als iedereen denkt dat de wereld vergaat, dan is er niemand meer over om te verkopen. Dan gaat de koers niet meer naar beneden. Dus, en als iedereen zegt, jongens, nou, hè, we hebben nu een nieuw tijdperk met het internet, was dat bijvoorbeeld. Hè? Nou, vanaf hier gaan we alleen maar omhoog. Ja, dan moet je dus oppassen. Maar we zijn er even op zoek, Rob, naar even gewoon een gouden tip. Want die had jij beloofd, hè? Ja, die heb ik. Maar hebben we nog tijd voor? Het is 3-1. Maak er tijd voor. De gouden tip. Daar hebben we. Ja, de gouden tip. Maar dat is een korte termijn trade. En dat is voor volgende week vrijdag. Ja. En ik weet niet of ik mijn scherm mag of kan delen. Ja, natuurlijk. Geen gang. Want ik heb namelijk een iets. Delen. Ja, moet ik even kijken of ik mijn scherm kan delen. Ja, share screen, dan moet ik even naar mijn VPS. Als het goed is, zie je ook het scherm van Maxim nu, hè? Ja, Optie Matrix. Ja. Dan moet ik even kijken of ik dit even kan fixen qua... waar zit dat ding? Even kijken hoor. Dan ben ik die scherm kwijt. Is dat op zich wel groot genoeg, die letters, cijfers? Of, prima te zien. Ja, toch. Oké. Nou, wat het idee is. Ik heb een tijd geleden ook een butterfly opgezet met Harry voor 90 cent. Die kunnen we afstempelen, maar dat geeft niet omdat we ook longposities hebben. En nu kijk ik weer naar een positie voor volgende week vrijdag. Waarbij ik heb gekozen voor een stand van 545 maximale winst. En wat ik nou heb gedaan, ik heb net een positie ingenomen, één keer de juni 555 put gekocht, twee keer de 545 put geschreven, twee keer, en één keer de dekking 535. Met andere woorden, we hebben een bandbreedte van 10 punten. En onze strategie is altijd iets van ongeveer 10% te investeren van wat die bandbreedte is. Dus zeg maar één punt wil ik dan investeren. Bovenin zie je namelijk al de koersen van AOA-index. Die staan nu iets van 559.83. En ik heb een combinatieorder gemaakt van deze butterfly. En die doet nu 1.04 om 1.13. Een dubbeltje spread ongeveer. Nou, en wat je dan doet is, als je zegt, nou, ik heb een aandelenportefeuille en ik vind het wel... een gok waard, zeg maar. Althans, een gok, maar in ieder geval een beschermingje waard. Mocht de markt een korte termijn dip meemaken, dat je dan bijvoorbeeld ongeveer €1 inlegt.
Nou, dan ben je 100 euro kwijt. Maar dat betekent dus, als dus een markt onder de 555 duikt, break-even point is dan 554. Dus hoeft ongeveer 6 puntjes te dalen, dan heb je al winst. Nou, voor degene die dit nog niet echt goed kent, dit scherm, die hebben aan de onderkant, hebben aan de linkerkant de calls en aan de rechterkant de puts. Met de bovenste is volgens mij de juni-serie. En die heb ik hier neergezet. En wat je dan kan doen, of je legt los de orders in. Of je zegt, nee, ik wil het in een strategy builder doen. Wat Harm ook net heeft aangegeven. Maar wat je dan doet is, je klikt op de ask. Om de 5 en 5 put te kopen bijvoorbeeld. Die zet je erin. Buy one. De optie serie die ik wil schrijven, dat is de 545. Die tik ik aan op de bid, want dan komt hij als cel erin. Het aantal moet ik aanpassen van 1 naar 2. En dan als dekking 535, die wil ik kopen. Nou, dan zie je dus een 555, 545, 535 en 1, 2, 1 ratio. Nou, heel minuscuul zie je een soort butterfly dingetje, profile. Dus we kunnen even die butterfly erop zetten. Dan ziet die winstverliesgrafiek er als volgt uit. Als het goed is, komt die dan ook naar voren. Hoop ik. Nou, dat gaat niet van harte, zie ik. Nou, deze die klik ik dan weg, dat duurt te lang. Wat je dan doet is, we hebben nu een prijs van 0,98 ongeveer. Dan kun je transmit doen voor de hele orderplaatsing. Of je zegt add to quote panel. En dan kun je ook de verschillende poten bijzetten. En dan kom je dus in een mooie combinatie order terecht. En ik zie wat knipperen. Dus dat is mooi. Dat betekent dat er vragen zijn. Nou, misschien kan ik heel even proberen om die grafiek te laten zien. Want dat is misschien wel eventjes voor mensen goed om te zien van... Wat een risicoprofiel is, hè? Ja. Ja. Want volgens mij kwam die net, toen je hem wegklikte, kwam er net data binnen. Ja, ik was weer net... Nou, wat ik kan doen, dat doe ik even anders. Dan ga ik nu een order inplaatsen. Nu hebben we dus een markt 104.113. Ja. Nou, stel dat ik deze wil kopen, nou, dan zet ik die erin om te kopen. Dit is inderdaad maximum, zag ik voorbij komen. Ja. En dan moet ik even kijken. Check margin performance profile. Die zet ik er even in. En ik hoop dat ik ergens een... Vinkje performance profile? Ja. Ja. Oh, je weet het beter dan ik, joh. Ja, ik kan even lesgeven. Ja, volgende week dinsdagavond, als het goed is, hè? Precies. Nou, als het goed is, want ik kwam er net volgens mij met data, maar... Ja, dat duurt een beetje... Lang duurt, Ja, ik heb... Kijk, hier heb je hem. Juist. P&L. Nou, dat is ook mooi te zien. Hè? We kunnen zeg maar een geld verdienen rond de 545. Hè? Daar ligt de top natuurlijk, hè? Door die twee geschreven. Dus als die zonder waarde expireren, dan hebben we gewoon geluk. Ja, maximale winst. Ja, en dan verdienen we dus 41 euro. Zeg het goed? Nee, nou, kijk, ik weet niet waarom dat dit zo raar is. Nee, want de P&L maximum loss, dat is 1,35. En er moet ook ergens een maximum profit zijn. En dat is namelijk 10 punten. 8,65 staat daar. Ja, ik zie het al, want hij pakt namelijk de 1,13 als ding. Oh ja. Mijn scenario's, maar het komt eigenlijk op neer dat de... Ja, ik vind het niet een mooi. Ik vind jouw grafiek mooier op je website. Maar het komt eigenlijk om neer. Ik heb hier bijvoorbeeld de 104.114. Ik heb net de trades gedaan. Die heb ik op 1.10 ingezet. In die, met deze prijzen bij 1.10. Nou, wat ik wil doen, ik wil deze op zich wel bijkopen eigenlijk op 1.05. Maar het enige wat je hoeft te doen is een prijs in te zetten 1.05. Transmit. Nou, en dan zit hij erin. Want je koopt dus voor 1 euro, of zeg maar voor 105 euro, koop je de butterfly. Klopt, ja. En het enige wat je dus doet, is dan kijk je naar de bandbreedte. Dus 5,55 naar 5,45, dan is het 10 punten. Naar beneden toe verdienen we natuurlijk 10 punten, oftewel 1000 euro. Halen we die investering vanaf.
Ik heb net 1/10 betaald, dus 110 halen we vanaf. €890 kan ik dan verdienen. In een goede geval. Ja, omdat het dus, verschil tussen die spread is 10 punten. Minus investering, ja. Ja. En komt eigenlijk al neer dat onder de 555, minus zijn break-even point is dan 554. Elk punt eronder, dat levert dan 100 punten op. Ja. Het punt is dat we namelijk ook een put extra geschreven hebben. Dus daarom vanaf de 545 gaan wij ook weer die 100 punten, €100 inleveren per punt. Maar we kunnen niet meer verliezen dan de inleg eigenlijk van €100. Dus dat vind ik op zich wel een mooie brandverzekering naar beneden toe waard voor de komende 2 weken. Nou, dat is zeker inderdaad mooi. En aangezien iedereen hier toch negatief is, hè, ondanks mijn fantastisch mooie positieve verhaal, is iedereen negatief. Dus ik moet toch beter mijn best gaan doen, denk ik nog. Nou ja, na volgende week mag het, Adam. Na volgende vrijdag, dan kei je dan hoog. Maar dit is in ieder geval denk ik wel een hele goede brandverzekering. Nou, mocht je alsnog gewoon een flinke tik naar beneden maken, naar 5,45, dan vullen ze in de prijzen. Heb je dus gewoon €1000 verdiend inderdaad, minus zeg maar even de 105 euro die je al geïnvesteerd hebt. Hè? Dus je kan ongeveer €900 verdienen. En als het helemaal fout loopt, wat verlies je dan op? Als het helemaal fout gaat, mijn investering van 1,10 euro, €110. Nou, daar kom je overheen, toch? Ja, dat hoef ik geen boterham minder voor te nemen. Maar... Ik hoop het niet. Nee, precies. maar dit is trouwens ook weer een mooi vervolg bij de expiratie volgende week of daarna. Wilde ik deze al verder wel uiteenzetten via een webinar. Dan plaats ik deze voor jullie leden op de tiplijn. Bij mijn optietrades in Europa. En dan kunnen we dit gewoon volgen. Dus als je dat gewoon interessant vindt. Ja. Rondweg, wat is een margin bij deze positie? Geen, want je investeert per saldo. Betaal je gewoon geld. Ja, ja, want het is een dichte affaire. Hè? Ja. Je schrijft namelijk 2 put-opties. Maar je koopt er ook gelijk 2. Hè? Dus er is geen extra risico. En wat je per saldo premie betaalt, hoef je dus geen marge aan te houden. Want je hebt namelijk gewoon een dichte affaire. Je kan nooit meer verliezen dan de investering die je dus doet. Ja, hangt bij een maximum van niet. Bij een andere broker misschien wel. Dat hangt bij de broker van de broker af. Dus meer daar gewoon goed. Dus, maar dit is ook een... ik heb dus ook naast deze affaire, ik heb de afgelopen weken, als jullie mij ook gevolgd hebben, Eurostoxx 50 elke vrijdag gedaan. En altijd op donderdag of eerder gesloten. Iedere keer tussen de €80 en €110 verdiend. Dus dan kan ik dat een beetje wegspelen weer. Maar het gaat om de spreiding van strategieën. Je hebt een aandelenportefeuille. Dus met Harmes en Trade Navigator methode. En dan kun je al van die riante winsten af en toe dit soort dingen ook gewoon doen natuurlijk. Het is ook gewoon puur uit oogpunt van risico's. Je zegt van, nou ja, ik vertrouw het toch niet helemaal. Ondanks die groene pijl denk ik gewoon van, nou, we zouden toch eens eventjes naar de 5,45 kunnen gaan. Overigens even goed om te realiseren dat als je verder wegzakt, naar bijvoorbeeld 500 punten, dan schiet je dus door. En dan heb je dus niks meer aan die brandverzekering. Hè? Dus hij moet wel het liefst in de buurt van die 5,45 gewoon gaan experimenteren. Dat is het mooiste scenario. En dat is ook wat ik even wil aangeven, is dat... als je ook een strategie hebt op basis van aandelen met Trade Navigator en je hebt een weekindicator van steeds op een koop en wat ik spreek ook heel veel mensen, ja, die zeggen ja, maar dit en dat, de markt naar beneden, corona, dit stick to the system eigenlijk en zorg dat je wel gewoon de aandelen houdt of misschien wat iets reduceert, maar ga niet er tegen in of niet verkopen, maar ook niet er tegen in, tegen de pijl. Dus zoek dan een alternatief voor een hedge, zeg maar, een bescherming in dit soort constructies. Want anders ga je geweld doen aan je strategie en dat is niet goed. En heel vaak zien we ook, hè, we hebben Edgen ook gezien, hè, dat ging van 700 of 880 naar 1500 of zo, hadden we. En jij had toen op een gegeven moment in een webinar ook aangegeven, long, nou, dan ga je ook kopen. Ik zal overigens even, want ik kreeg nog een vraagje hier. Ja. Even kijken over Nicola Corporation. Maar ik ben alleen even mijn taakbalk ineens eventjes kwijt. Ik weet niet waar die gebleven is. Even kijken, waar is mijn taakbalk? Misschien wel leuk om eventjes te laten zien. En ik zag ook een dingetje over een Menko Sweep. Die had ook aangegeven dat die, omdat die poets natuurlijk duur zijn,
relatief duur. Naar beneden toe is men altijd bang voor een crash. Dus vandaar dat er altijd skew in zit naar beneden toe. Oftewel de optieprijzen naar beneden toe voor de poets zijn altijd wel duurder dan... had je die op de koop gezet of niet? Nee, maar wel weer inderdaad een mooi voorbeeld van een koopsignaal. Wat we dus eigenlijk al kregen op 13 april op een tientje. En inmiddels staan we dus op de 70. Zo, ja. Dus dat... goed, deze had ik helaas niet in je portefeuille. Maar dit geeft ook wel weer aan. Want blijkbaar was er wat uitgelekt. Precies, ja. Kan ik me zo voorstellen. Dus het drukker van het jaarverslag of de buurman, die was eventjes... je moet even ons aandeel eventjes kopen. Heel toevallig, een klant van ons, van T-Navigator, die sprak ik afgelopen vrijdagavond nog om 9:30. En die had inderdaad dit fonds volgens mijn portefeuille. Nou, dan heeft hij goede zaken gedaan. Nou ja, ik zei van... want die zei ook van, ja, het staat... wanneer was dat? Het staat 36, de status hoog. Ik zei, ja, maar wat zie je op de achtergrond? Tenzij je kleurenblind bent, is het groen. Met een koop. Met een buy. Dus gewoon blijven zitten. Ja. Ja. Nou ja, daarom een trainingstopje eronder. Dan trainingstop. Als zeg was een tip van slim beleggen met VTEC Hydrogen. Oké. Okay. Zou kunnen. Het zou een tip zijn geweest. Maar wij zagen het al veel eerder, hè? Of jij eigenlijk al met je trainer navigator in april al. Ik niet, maar het geeft wel aan dat het systeem werkt. Het systeem. En dat is het allerbelangrijkste. Dus je hoeft niet iedere keer te kunnen verklaren. Of het gaat uiteindelijk gewoon om de wet van de grote getallen. En je ziet gewoon vanuit de logica... Want er lekken allerlei cijfers uit. Er worden allerlei mensen gebeld van tevoren. Hè? Het mag niet, maar het gebeurt gewoon. Die koers loopt daar al op vooruit. En dan komt daar ineens een grote klap. Nou, voorkennis. Het is voorkennis. Ja, ik bedoel, meer kennis is dat dan, hè? Maar een andere verklaring kan ik er niet voor geven. Dan dat die koers langzaam oploopt en ineens een klap omhoog maakt. Ja. En dat gebeurt op het moment dat je dus gewoon die pijlen volgt. Ja. En mag ik trouwens ook deze gelegenheid ter hand nemen, Harm, om even aan te geven. Iedereen die hier zit, die heeft waarschijnlijk jouw Trading Navigator pakket en ook Trading View. Ik weet niet of je dat gisteren ook hebt gezegd in je webinar. Maar het is zeker raadzaam om een betaalde versie te nemen van Trading View. Op maandbasis, dan krijg je op een gegeven moment een sowieso 30 dagen proef. En dan na 2 maanden krijg je een aanbod voor $7 per maand. Dat je dan kunt verlengen voor een jaar. Want waarom zeg je dat? Want Lucas Liskowski, die heeft natuurlijk ook met anderen... tegen een watchlist aangemaakt van dividend aristocrats van al die sectoren. En dan kun je in 1 keer overpompen naar die watchlist. En dat kun je met importeren. En Harm heeft ook voor mij een Google Drive link bijgezet. En dat scheelt heel veel werk. Want we zagen natuurlijk dat iedereen hetzelfde werk deed. Ja, en dat is gewoon zonde. En dan kun je een heel mooi overzicht maken per sector. En dan kun je inderdaad de 10 minuten per week, wat Harm ook propageert in zijn systeem, hè, met zijn webinars. Dan kun je inderdaad binnen na 10 minuten of in ieder geval iets meer of minder al die lijsten in 1 oogopslag doorbladeren. Ja. Dat klopt, hè? Ja, absoluut. Zeker een handige manier om op die manier gewoon heel veel tijd te besparen. En op die manier ook een hele brede selectie te maken van allerlei aandelen die je zou willen volgen. Ja, en ik weet niet of Lucas ook is, maar ook complimenten voor jou... voor jouw bijdrage natuurlijk. En als ik me niet vergis, is Lucas ook verkozen tot belegger van de maand afgelopen maand. Eeuwig roem. Eeuwig roem. En je had nog recht op een bonus. Dus feel free om dat even met ons PM'tje of een berichtje te sturen. En ook, we moedigen ook iedereen aan om zoveel mogelijk bijdrage te leveren op het platform. Om elkaar te helpen, om zelf beter van te worden natuurlijk. En... om voor de eerste prijs voor goud te gaan als belegger van de maand. Juist. Eeuwroem. Eeuwroem, absoluut. Ben de Snow stelt nog een vraag. Is het mogelijk om deze trades te importeren in links? Ik neem aan dat je die Nicola misschien bedoelt. Maar dat is misschien ook wat Robert ook bedoelt. Hè, dat die watchlist op die manier te importeren zijn... En ik weet niet of die ergens hierin in stond in de watchlist. Want we hebben in ieder geval zoveel watchlists dat ik ze allemaal niet meer helemaal kan volgen. Nee, precies.
Maar het belangrijkste in ieder geval gewoon ook om te constateren, kijk, het systeem werkt gewoon omdat er een aantal mensen aan het kopen is. En op een gegeven moment gewoon is daar die uptrend, krijg je dat koopsignaal en krijg je vervolgens dit soort hele mooie stijgingen te zien. Ja, absoluut. Ik kocht vrijdag een call en verkocht het en je wil niet weten hoe dat gegaan is. Ja, ik kan me iets meer voorstellen, Gerrit. Ja. Ik zou zeggen, Gerrit geeft een rondje vandaag. Een virtueel rondje, je moet hem wel zelf intappen. Ja. Dit zijn natuurlijk gewoon leuke dingen om mee te maken. Nou, kijk, het punt is dat TradingView.com, dat is natuurlijk een analyse tool. Dan moet je wel een onderscheid maken. Je hebt een analyse tool en dat is TradingView bij uitstek heel goed. En daarnaast heb je een broker, daar doe je de trades in. En we zijn hard achter de schermen aan het kijken, zijn er oplossingen voor om die trades, als een koopsignaal komt, importeren en exporteren, of in ieder geval automatisch te koppelen aan een platform zoals Lynx of Bink of iets dergelijks. Dat is in ieder geval, kan niet nog niks over zeggen. We zijn zeker naar die mogelijkheden naar op zoek, maar daar hebben we nog geen passende oplossing voor gevonden. Waar ik wel een oplossing voor heb gevonden is met crypto. Aanstaande donderdag om 12 uur zal ik weer met botjes aan de gang gaan. Waarbij ik wel inderdaad de trading signals op korte termijn van Trade Navigator automatisch laat uitvoeren. 24/7 eigenlijk. Via Tricommerce dan wel 3C.exchange. En dat is aanstaande donderdag om 12 uur. Cool. Ja. Ik weet niet of er op dit moment nog vragen zijn, want ik zie in ieder geval dat we iets over de tijd heen zijn. Rob, een beetje, maar goed, dat is goed. Was enigszins te verwachten met ons. Ja, precies. Maar we houden nog kort, hè? Ja, daarom. Wat dat betreft, we blijven short in deze markt. Hè? We houden kort, hè? Ja. Maar ik zie in ieder geval nog... Erik zegt, ik moet helaas vertrekken. Dank je, Erik. Ben zegt, IEX heeft een link waarbij links wordt opgestart op en de order wordt ingelegd. Nou, wij hebben dat nog niet. Hè? Dus misschien dat we daar... We hebben volgende week dinsdag hebben we een webinar met Maxim. Dus we kunnen eens even kijken met die jongens om te kijken of we daar iets voor kunnen regelen. Ja. Menke zegt, Harmen, jij erg bedankt voor de toelichting op de AIX. Ik graag gedaan, Menke. Dank je mooi, dat je erbij was. En vanavond weer een webinar, Harmen, of niet? 8 uur? Ik heb vanavond volgens mij geen webinar gepland. Oh, je bent vrij, oké. Ik ben een avondje vrij. Dus, dat is mooi. We zijn nog eventjes druk bezig met alle andere experts om eventjes die VIP-training goed te krijgen. Dus ik had eigenlijk gepland om die vanavond te gaan doen, maar we zijn nog niet helemaal gereed. Dus dat moeten we eventjes nog eventjes afronden. Want ja, alleen de beste is goed genoeg, hè? Dus de lat ligt hoog. Dus we gaan eventjes zorgen dat het gewoon helemaal top is. En dan gaan we die ook uitzenden. Dus het kan zijn dat die volgende dinsdag hebben we dan een Maxim. Dus misschien, maar even kijken naar andere datum binnenkort. Ja, fantastisch. Ik ben er volgende week bij, volgende week donderdag, dinsdag ook, avond. Super, super, hartstikke goed. Of wanneer niet eigenlijk, hè? Ja, wanneer niet precies. Want als je het scherm aanzet, dan heb je Robert. Dat is, is goed, Harm. Ik spreek je snel en succes iedereen. Dankjewel voor je aandacht. Dag. Iedereen bedankt. Maak er een mooie dag van. En morgen zijn we in ieder geval ook weer met een lunchwebinar om 12 uur. En dan gaan we gewoon weer verder waar we hier zijn gestopt. Dus Jan Schotman zegt ook bedankt. Ik hoop, Jan, dat er ook nog wat interessants voor je te melden was. En anders dan nodig ik je graag een keer uit, Jan, om samen met ons zo'n webinar te doen. Want volgens mij kun je ook een hoop interessante dingen aan ons melden. Was interessant, zegt Jan. Dus dat is in ieder geval goed te horen, Jan. Dus in ieder geval allemaal heel erg bedankt. Maak er een mooie dag van en tot morgen.